Hallo kijkers van de online garage, goedemorgen, maar volgens mij is het al middag, maar ik ben net wakker, dus is het een soort van morgen voor mij. Ik dacht vandaag, ik ga eindelijk aan mijn Subaru werken, want er zijn een aantal dingetjes die al een tijdje gedaan moeten worden. Je hoort hem misschien wel een beetje piepen, daar gaan we helaas niks aan doen vandaag, dat wordt een andere keer. Maar hij misfired soms een beetje, kleine schokjes tijdens het rijden worden misfires genoemd. Dat kun je merken als je bijvoorbeeld gas geeft en hij stopt even of je wil net optrekken en hij wil niet lekker. Dat wordt een misfire genoemd en wat er dan gebeurt is er is een cilinder die net eventjes niet goed een verbranding heeft. Dus of hij heeft geen vonkje of hij heeft geen brandstof, dan gaat even iets net niet helemaal goed in de motor. De oorzaak daarvan kan een hele hoop zijn. Ik denk zelf dat het de bougies zijn, aangezien deze auto op LPG rijdt, slijten dingen als bougies een stukje sneller. En ik gok eigenlijk dat de bougies al een tijdje niet zijn vervangen. Ook omdat het een Subaru is, kom je heel moeilijk bij de bougies. Dat gaan jullie waarschijnlijk ook in deze video wel zien. Waarschijnlijk ga ik er een hele hoop moeten schelden op dit ding, omdat de bougies echt op een rotplek zitten. Ja, als de bougies niet zijn, dan kan het nog een hele hoop andere dingen zijn. Daarom is dit deel 1. Van het proberen van het fixen van de Subaru. Misschien blijft het wel bij deel 1 als we het vandaag gewoon fixen. Laatst ging er ook een motorstoringlampje branden op mijn dashboard. En toen dacht ik, wat is dit nou? Toen heb ik die app gebruikt, die je kan gebruiken met je OBD-scanner, om even te kijken wat het nou was. En toen kreeg ik deze melding, ik zal even een screenshot in beeld doen. Dat was dat de bank 1 was te rich. Toen dacht ik, wat? Waarom is die te rich? Toen ging ik even kijken naar mijn air fuel. En dat is inderdaad wel vrij rich voor een stationair toerental. Dat hoort ongeveer 14,7 te zijn. Dan wordt hij gewoon afgeregeld op 14,7. Dit is veel te rijk. Zo verbruikt hij veel te veel brandstof stationair. Het gekke is, als ik ook maar een klein beetje gas geef. Dus als ik hem op 1800 toeren laat draaien. Dan is hij al een stuk beter. En dan probeert hij hem af te regelen op 14,7. Ik ben nu niet zo stabiel aan het gas geven, maar hij regelt gewoon goed af. En hoe hoger je gaat, hoe beter hij dat doet. En ook tijdens het rijden regelt hij hem heel mooi af op 14,7. Dus dit gaat echt top op 3000 toeren, maar op stationair werkt het gewoon niet. Dat laat mij ook lijken dat het iets anders kan zijn. Bijvoorbeeld een luchtmassameter, een O2 sensor, een lambda sensor. Dus ja, het kan echt van alles nog zijn. Dus we beginnen bij de bougies, want dat wil ik sowieso gewoon even doen. Omdat hij dus ook een beetje misfired. We zijn hier aangekomen in mijn garagebox. En het is super chill dat ik hier nu een raam heb. Want via het raam krijg ik wat meer licht om hier aan te werken. En dat is best wel belangrijk, zeker in zo'n afgesloten garagebox. Je ziet dat het allemaal best wel donker is. Maar hier is het gewoon een zee van licht. En dat is best wel chill. Waar het geen zee van licht is, is daar beneden. Precies waar ik aan het werk ben. Hier zat de accu. Die heb ik er even uitgehaald. Want dat is blijkbaar stap 1 als je bougies gaat doen op een Subaru. Op de MX-5 heb ik heel vaak bougies gedaan. Super makkelijk. Dan heb je hier zo gewoon plop, plop, plop. 4 bougiekabels zitten. Kun je eruit trekken, doe je de bougies. Letterlijk een kwartiertje werk. Maar nu ben ik al even bezig met sowieso de accu eruit halen en ruimte maken om ergens daarbij te komen waar daar de bougies zitten. En dat komt natuurlijk omdat de Subaru een boxermotor heeft. Is een voordeel, maar als het eraan wil werken dan heeft het ook best wel wat nadelen. Hier zo diep in dit gat, daar beneden, daar zo zit een bobine. De Subaru heeft een bobine per cilinder, die zit er boven de... aan de zijkant van de bougie. Dat boutje wat daar precies nu in het midden van het beeld zit, moet ik loshalen. Dan krijg ik de bobine los, moet ik het stekkertje loshalen. En dan moet ik hopen dat ik genoeg gereedschap heb, of in ieder geval het juiste gereedschap heb, om daar een bougiedop in te krijgen in dat gat. Want het is allemaal best wel krap, zoals jullie misschien wel zien. De grootste uitdaging is dat de chassisbalk gewoon naast het gat van de bougie zit. Ik heb de eerste bobine eruit gekregen. Dit is een... het is best wel een klein dingetje, dus dat is wel fijn. Dus ik kon echt net de hoek maken om hem zo plop naar buiten te trekken. Want er is heel weinig plek en er is heel weinig licht en er is heel weinig ruimte. En ruimte en plek is allemaal hetzelfde. Maar dat maakt hem niet uit. Ik wil gewoon even duidelijk maken dat dit gelukt is. Hij zat er geloof ik zo, zat hij erin. Stekkertje was heel makkelijk. Ik dacht dat wordt een nachtmerrie omdat ik er zo slecht bij kan. Maar waarschijnlijk is hij al een paar keer losgehaald en is hij een beetje soepel geworden. Dus dat ging best wel goed. En dan kon ik hem zo, ploep, met een gekke hoek, kon ik hem naar buiten krijgen. En dit is helaas wel een van de makkelijkste cilinders. Omdat hij het vers naar voren zit. Dus de rest wordt alleen nog maar moeilijker.
Ik ben nou hier onder in de motor bezig. Daar zit het gat van een bougie. En je ziet daar een van mijn verlengstukjes en swivels en weet ik het allemaal uithangen. Ik heb een hele feest met allemaal opzetstukjes gemaakt. Dat is echt nodig als je Subaru bougies gaat doen. Dan moet je genoeg, een hele assortiment aan opzetstukjes hebben voor je, voor je ratels. Ik gebruik nu een combinatie van half inch en 3/4 inch en weet ik het allemaal. En dit gekke opzetstukje met een gat erin. En je moet echt creatief zijn met je gereedschap om precies die lengte te krijgen. Want je zet je dop erop. En als je te veel opzetstukjes hebt, dan zet je tegen je chassisbalk aan. En als je te weinig hebt, dan kan je er niet bij. Dus het is echt wel een gezeik. Ik heb hem net losgebroken, dus ik ga even kijken of ik hem maar met de hand verder uit kan draaien. Want met dat gereedschap schiet niet echt op. Ik heb de eerste bougie eruit en dat is deze. Hij is niet super slecht. Hij is best wel prima eigenlijk. Redelijk normaal. Gewoon een gebruikte bougie. Alleen ja, hij lijkt niet op deze, die natuurlijk veel meer shiny is. Maar ik denk niet dat dit een probleem moet zijn van de Misfire. Want de gleuf ziet er goed uit, hetzelfde als die. En ja, het verder is hij niet heel slecht. Zo, het is nu tijd voor de tweede cilinder. En ik kreeg de bobine niet los, omdat het plugje vast zit, de stekker. Maar ik zie dat er een tie wrap omheen zit. Dus waarschijnlijk is er iets afgebroken van het clipje. Van het plugje. Dus ik ga de tie wrapje gewoon even afknippen en dan kijken wat er precies mee mis is. Maar ik denk dat ik het gewoon weer terug moet zetten met een tie wrapje. De tweede bobine en bougie zijn eruit. Het is super moeilijk, jongens, dames en heren. Nou, op zich, ik had het moeilijker verwacht, omdat ik allemaal video's kijk van mensen die zeggen dat het super moeilijk is. En daar ben ik zelf ook zo'n video die zegt dat het super moeilijk is. Maar op zich kun je er best wel bij. Ik ben nu aan het voorbereiden om de volgende erin te zetten. Ik zal even mijn setup laten zien. Ik heb de bougie zet ik in een bougiedop. Die zet ik aan een swivel. Als ik dat in het gat heb zitten, dat zal ik even, anders gewoon even doen. Ik weet niet of me dat lukt op camera. Ik ga een poging doen. Ja, als het slecht gefilmd is, dan moet je er niet gaan zeuren, want het is heel krap allemaal. Die swivel die kan ik een beetje buigen. Daarmee kan ik net naar binnen. Kan ik net het hoekje maken om het gat binnen te komen. En dan zoek ik het gat en dan heb ik die gevonden. En dan het enige wat nog uitsteekt is dat. Daar kan ik vervolgens nog mijn ratel op zetten. En als het dan verder naar binnen is gedraaid, dan gebruik ik een hele korte extensie. En dan kan ik het laatste stukje draaien. Het eerste stukje doe ik gewoon met de hand. Ik doe eigenlijk wel een heel flink stuk met de hand. Dan hoef ik alleen aan het einde nog de ratel op te zetten om hem vast te torken. Een momentsleutel krijg ik helaas niet tussen. Ja, het is heel slecht gefilmd, ik zie het al. Maar ja, ik had net ook handschoenen aan, dus nu heb ik zeker weer super vieze handen. Ja, ik moet gewoon weer handschoenen aan gaan doen. Veel chiller. Ze zitten er allebei weer op. Beide bougies zitten erin en beide bobines zitten er weer op. En ze zitten weer aangesloten. Ik heb die achterste heb ik weer mooi met een tie wrapje gedaan. Helemaal top. Ik had net nog, voordat ik die eruit haalde, die achterste, had ik nog een buisje hier weggehaald. Die ligt hier zo, die moet ik weer even terugplaatsen. En dan komen we er al bijna. Dan doen we de accu erin. En dan gaan we kijken of die al beter loopt. Ik heb een kleine hoop, aangezien deze bougies allebei niet echt heel slechte staat waren. Maar die screenshot van die foutmelding die ik kreeg, zei dat de bank 1, dat het probleem daarin was. En dat is deze bank. Ik ben eerst voor die gegaan omdat het iets makkelijker was om de accu weg te halen dan om al deze troep weg te halen. Dus ik dacht ik begin bij de makkelijkste. Die achterste cilinder is trouwens de allermoeilijkste, omdat je daar het minste ruimte hebt. Als je kijkt naar de boxermotor, dan zitten deze twee zitten... Oh, deze twee cilinders zitten net iets meer naar voren en die twee zitten net iets meer naar achter. Dus die achterste cilinder is het allermoeilijkste en ik vond het best wel meevallen. Als je het goede gereedschap ervoor hebt, dan is het best wel te doen. En je hoeft ook echt niet zo super veel gereedschap te hebben. Als je iets niet hebt, kun je het natuurlijk altijd even kopen. Dus ik denk dat het best wel te doen is. Tutorials die ik keek, die zeiden van nee man, je moet er niet aan beginnen. Het is echt niet leuk, je moet de motor eruit halen, is veel makkelijker. Maar ja, ik heb redelijk kleine handen, dus ik kom overal wel bij. Ik vond het best meevallen. Er zijn tutorials die zeggen, stap 1, lift the motor by 1 inch. Nou, ik dacht, daar gaan we niet aan beginnen. Maar ja, ik ben het toch maar gewoon gaan doen.
Ik heb niet de motor hoeven liften. De motor hoefde er niet uit. Geen gekke dingen los hoeven maken. Alleen maar eventjes wat ruimte gemaakt door de accu weg te halen. En dat was het best wel te doen. Ja, het is nog steeds mega krap. Als het goed is, is alles nu weer op zijn plek. Ik zal even kijken. Ik had hier allemaal onderdelen gelegd. En volgens mij mis ik niks. Ja, behalve twee oude moesjes. Maar die ga ik niet terugzetten natuurlijk. Dus alles zit weer op zijn plek. Ieder boutje is aangedraaid. Ik hoop dat hij het weer gaat doen. Ik ga gewoon even kijken of ik kan starten. Oh, ik zou daar nog even het kapje overheen zetten. Ik kan me even niet meer herinneren of ik het nou net heb gefilmd. Maar de auto startte gewoon prima. Alleen hij was nog niet helemaal verholpen. Ik heb een paar keer gereft en volgens mij misfired hij nog. Maar ja, dat had ik ook eigenlijk wel verwacht, want die bougies waren best nog wel prima. Dit was de probleemkant. Dit is waardoor ik de check engine light kreeg. Dus ik ga deze kant ook even vrijmaken. Ik ga de luchtinlaat loshalen. Ik was hier al begonnen, want hier zat nog een heel deel. Een soort cold air intake ding. Dat ga ik allemaal loshalen om hierbij te kunnen. Volgens mij is hier wat meer shit in de weg dan aan die kant. Daar was eigenlijk alleen de accu. Ja, dat ga ik eerst even doen. En dan hopelijk kom ik hier net zo goed bij als aan die kant. Ik was net begonnen aan de andere kant. Ik weet niet of ik dat heb gefilmd. Ik vergeet dat steeds wat ik film en dan wat ik moet gaan filmen. Maar ik had de luchtmassameter had ik losgehaald. Ik had de luchtfilter weg. Ik had alles eruit. En toen dacht ik, oh, ik ga even kijken of die leuk klinkt zonder luchtfilter. Want dan wil ik misschien binnenkort een open luchtfilter. Dus ik zet mijn luchtmassameter er weer op. Start de auto. En hij loopt best wel heel erg goed. Ik dacht, oké, ja, dat klinkt cool. Dus ik even reffen, geen misfires. Ik dacht, ah, dat is top. Ik had dus nog niet de bougies aan de andere kant gedaan. En toen keek ik op mijn telefoon met die app om te verbinden met de OPD. En toen zag ik dat hij gewoon 14.7 AFR liep. En dat hij gewoon perfect liep. Ik heb dus geen idee hoe dat kan. Ik heb de luchtmassameter eruit getrokken en weer terug. Misschien heeft dat het gedaan. Misschien was de luchtmassameter stuk. Misschien kreeg de motor niet genoeg lucht. Omdat het luchtfilter, die is wel een beetje vol. Maar niet ik heb ergere gezien. Maar ik ga sowieso een nieuw luchtfilter halen. En dan ga ik even kijken of alles weer gaat werken. Daarom was ik zo snel in de auto gestapt en niet meer gefilmd. Alleen de winkel die gaat meestal dicht om 4 uur waar ik luchtfilters haal. Dus het is nu 4:15, dus ik ga het al sowieso niet meer halen. Dus dat wordt een andere dag. Maar ik ben wel blij dat hij het gewoon überhaupt doet. Want ik was bang dat het mijn klepspeling was. Maar blijkbaar kan hij gewoon goed lopen. Dus nu heb ik gezien dat hij überhaupt goed kan lopen. En ben ik echt wel weer gemotiveerd om hier verder mee te gaan. Het is de volgende dag en ik heb alles in de Subaru weer eventjes op zijn plek gezet. Sorry dat ik hier zo niet heel veel van heb gefilmd, maar ik was zelf een beetje verbaasd over wat er allemaal gebeurde. Dus ik kon het ook allemaal niet uitleggen. Want wat er dus is gebeurd, is ik heb aan deze kant de bougies gedaan. Nou, die bougies die er al uitkwamen waren al niet zo heel slecht. Dus ik denk niet dat dat ook maar iets heeft veranderd. Dat had ook niks veranderd, want toen ik hem startte na de bougies was het nog steeds dat hij rijk liep. Daarna wilde ik aan deze kant beginnen. Had ik de MAF sensor losgehaald en toen dacht ik, oh wacht, ik zet hem er weer even op. En dan wil ik even kijken of die leuk klinkt of zo zonder luchtfilter. Want dan wil ik misschien ooit een open luchtfilter. Gewoon voor de fun deed ik dat. En toen zag ik dat hij ineens goed liep. Dus hij liep gewoon 14.7 AFR. Toen dacht ik, wat? En heb ik de volgende dag, dus vandaag, heb ik alles weer teruggezet. Luchtfilter, airbox, dinges, duct. Helemaal weer in elkaar. En nou loopt hij gewoon goed. Dus ik heb geen idee wat er is veranderd in die tijd. Eigenlijk alleen de bougies aan die kant. Maar dat kan het bijna niet zijn. Maar ja, dus de auto heeft zich magisch vanzelf gefixt. Ik dacht het wordt een meerdere deels afleveringen iets. Als hij weer stuk gaat, dan komt er een aflevering 2 van het proberen van het fixen van de Subaru. Maar ja, zolang die het doet, is er ook niks te fixen. Ja, helemaal mooi. Doe een like op deze video. Ik hoop dat jullie op deze manier ook jullie auto kunnen fixen, want dat ging best makkelijk. En dan zeg ik tot de volgende video. Dag!